die staan we niet meer op film. Hè. Ik heb net met Miguelietje een make-up video gefilmd. Dus als jullie die willen zien, die komt dan zo snel mogelijk online. En dan kunnen jullie die zien. En nu zijn wij lekker in de kweek. Because that's how we roll. Frietjes. Ja. Yummy, yummy, yummy. Smakelijk. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik zit in de auto om te vertrekken naar Bjorn. Ik ga morgen een video uploaden over een challenge die ik zal doen. En ja, het is in verband met afval. Because I gotta get back in shape for my trip. En ja, vanavond ga ik een laatste keer full-out cheaten. En oh, ik heb een nieuwe zonnebril. Eens kijken, even aandoen. Oeh. Het is echt zo een. Oh, fucking hell. Een 70s brilletje. But I love it. Ik hou echt van zonnebrillen. Weet wel, de meeste meisjes hebben zo'n schoenenverslaving of een handtassenverslaving. Maar ik heb dat dus met brillen. En oorbellen. Dat is echt my addiction. Dus ik ga nu even vertrekken en rijden. En dan zie ik jullie straks. Hi guys, ik ben nu in Brussel en ik heb om 1 uur een shoot met Make Up For Ever. Maar ik ben hier nu, het is nu 11 uur, dus ik heb nog 2 uurtjes om te shoppen. Dat was mijn bedoeling. En straks na de shoot ga ik dan winkelen. Winkelen, wat van iets in mijn volgende team. So, I'll see you guys later. Ik ben eindelijk thuis van Brussel en ik ben kapot. Also, veel vrienden of kennissen van me zeggen altijd zo, ja, yeah, op shoots moet je niet doen. En dat is zo makkelijk verdiend, but oh my god. Het is zo vermoeiend. En ik kan ook nooit echt zeggen wat er precies vermoeiend aan is. Maar, believe me, oh, wat is dat hier? It is. Dus dit is de make-up die Sarah heeft gedaan vandaag in Make Up For Ever. En die vind ik echt super, super pretty. Het was nog ietsje extremer, maar
Ik heb dat... Ik ben echt kapot. Ik heb dat weggedaan met make-up remover. Om er een beetje... dagelijks uit te zien. En wat ik nog zei daar straks van Makeup Forever. Dat die mensen daar echt bitches zijn. Echt niet helemaal. Eerst zei ze... Zoals ik al zei van... Ja, we gaan geen 10.000 foto's nemen hoor. En bij mij waren ze echt chill. Want die fotograaf kende ik ook al. Ik weet niet wat dat er iets mee te maken heeft. Maar bij mij waren ze wel chill. En dan was er nog een meisje. Die make-up had gedaan. En ja, blijkbaar waren zij niet echt zo fan daarvan. Of ik weet niet wat het precies was. En zij kwam voor mij. Dus ik zag die foto's daarvan op de computer. En die fotograaf vroeg gewoon vriendelijk aan die mensen van Make Up For Ever van... Hey, mogen die foto's... Mag deze foto weg? En dan zei ze echt zo... yeah, duh. It looks like shit unless you wanna put it on your website. Echt, oh my god. Ik ben gewoon vriendelijk gebleven omdat... Ja, ik kom daar... En ja, ik kom daar om te werken. Dus ja, maar fuck. Als ik daar gewoon even was, dan had ik daar echt zeker iets van gezegd. Ik ben dan ook nog langs geweest bij Brandy Melville. En ik ben echt... Oh, die winkel. Daar vind ik echt altijd wel iets cools. Maar I was in a bit of a rush. Because I had to be on time on the shoot. En ik heb even tonen. Dit basic t-shirtje gekocht. En daar kan je nooit genoeg van hebben. Met USA. I love it. En het is echt 100% katoen. En ik vind het ook altijd lekker fris. Sorry voor al die mes op mijn bed. Ik vind het altijd zo lekker fris aanvoelt in de zomer. En dan, normaal krijg je ook altijd zo stickers mee. Maar ik zag dat ze zo een hele muur vol hadden geplakt met postkaartjes. En tussen die postkaartjes zat ook Kate Moss. En I was like, girl, can you please give me that postcard? Because Kate Moss, oh, I love her. Maar het hadden alleen nog deze drie. Dus ik heb die meegenomen. En ik vind het echt, echt, echt mooi. Ik hou echt gewoon van die stijl. En oh, een angel baby. En dan nog hier, a pretty woman. En ik heb ook weer stickertjes mee. Cute but psycho. En California. Because I love California. En deze twee... Oh, ik kan het niet zien van mijn lijf. Deze twee stickertjes zijn ook van de Brandy Melville. Dat is Live Fast, Die Young. En of course, a skull with a pizza. Because I love pizza. Dus ja, ik denk dat ik... Het gaat houden op een korte vlog. En de vlog hier ga afsluiten. Als je het nog zou afvragen. Deze top is van Even and Out. En voor de rest heb ik niets speciaals aan. Ik heb echt het gevoel dat er weer chocolade aan mijn muil hangt. Maar oké. Okay. Oké, dus ik zie jullie in de volgende video. Doei! Starch. Yeah. Smooth.